Maar nu het concert, en het is tijdens Middelburg Winterstad, dus het Vonkelweekend. 16 december. Nou ja, Janno, jij bent de bajadier, de stadsbajadier en ook componist, ook muzikant, noem maar op. Maar Chris, wie ben jij? Chris Vindictief? Vindictief, hoe zeg ik het nou precies? Ja, zo zegt het goed. Ja, en DJ, maar wat doe jij zo al? Heel veel muziek maken, veel lesgeven, spelen. Spelen wat minder de laatste jaren, maar veel gespeeld sowieso. En maken en leuke dingen doen met muziek. En veel lesgeven aan de kids en zo. Okay. Op het gebied van DJ'en. En dan in de breedste zin met beats, met emmers trommelen. En de Beat Yard uiteraard. In een café, het Hof op zondag ook met beginnende muzikanten. Het is meer echt jonge jongens of jonge meiden, eigenlijk wie ook, of ouder, maakt niet uit. Gewoon mensen die beats maken, komen we in het Hof, komen we samen zo 4 keer per jaar. En dat is gewoon om ideeën en werkwijzes uit te wisselen. Dus er zit geen wedstrijd achter, het is echt een soort van samenkomst. Wij bieden eigenlijk het platform aan. En kennen jullie elkaar, jullie twee elkaar op? Of is dit, nu, sinds kort. Sinds een paar maanden, denk ik. Ja. Ja. Van de zomer de eerste meeting gehad, hè? Dat klopt. Ja. Ja, maar dan komen we eigenlijk gelijk bij de interessantste vraag. Want muziek is muziek, kan je zeggen. Maar dit zijn wel twee heel verschillende disciplines. En wij hebben natuurlijk al bovenal eens een keer boven in een lange jaar gezeten. Ja, ja. En toen zei je ook al dat het je leuk zou lijken om eens een keer te spelen met of met een orkest of een band of een DJ. Klopt. Nou, dat gaat nu gebeuren. Maar je kan natuurlijk met die klokken niet beats tevoorschijn toveren zoals hij dat kan met een synthesizer of met een computer of wat dan ook. Nee, wat dat betreft ben ik wat beperkter. Dus ik moet doen met wat er is. En goed, daar hebben we het ook al over gehad. En je hebt er ook al wat opnames gemaakt en mooi op ingespeeld. Dus, maar hoe moet ik me nou ongeveer voorstellen, hoe gaat het nou straks? Jij gaat inderdaad gewoon naar boven, want daar is nou eenmaal jouw carillon. En jij staat beneden op het Abdijplein met een DJ-set, neem ik aan. Ja. Ja. En, maar wat gaat er? Niet met een tractor. Nee, dat is een goed punt. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Want hoe communiceren jullie met elkaar? Hoe weten jullie nou van elkaar? Kan ik me uitleggen? Zoals goed. Dus vanuit mijn DJ-mixer kan je ik ga muziek aanleveren en een backing track aanleveren voor hem. En vanuit mijn mixer kan je een directe lijn leggen naar boven. Dat is een directe output, noemen ze dat. Dat kan bij hem op zijn koptelefoon binnenkomen. Dus hij heeft dan mijn geluid direct binnen. Oké. Okay. En ik moet van boven geluid naar beneden krijgen. En daar wordt het misschien interessant en spannend. Want dan kan je misschien vertraging hebben. Ja. En hoe we dat gaan oplossen, weet ik niet. Want het is allemaal heel nieuw en vers. En Henk Tjonke, Video Geluid, die heeft er al wat ervaring mee. Dus die gaat dat proberen op te lossen en in te pakken voor ons zodat het werkt. Maar is het niet zo dat als jij boven zit te spelen, dan hoort eigenlijk heel de stad. Dan hoor jij dat beneden niet goed op dat plein? Ik denk het wel, maar je zal altijd moeten kijken met vertraging. Dus als hij ritmisch gaat spelen en ik wil daar ritmisch op reageren met een scratch of met een beat. Ja, als het helemaal scheef gaat lopen, dat wil je niet. Dus daar zit een spannende uitdaging in. Voor mij denk ik nu, zoals ik nu een beetje een idee heb. Ik denk dat als ik met lange klanken ga werken, dat is mijn eerste idee. En met allerlei grappige dingetjes ga werken, dan kunnen we misschien gaan laten lijmen, zodat het ook echt. Maar in het persbericht stond duwend en stampend en slepend. Ja, dat gaat het waarschijnlijk wel worden. Ja. Dat is wel. Dus ja, ik denk dat het spannend wordt. Echt super benieuwd. En als je nou bezoeker bent, kun je dan het beste gewoon gaan staan waar jij staat? Want dan is er ook nog een soort visual of zo. Of is het ook goed als je hier op het Koorkerkplein staat en dan hoor je jou waarschijnlijk niet? Kijk, als er een festival is op Tapdij, dan hoor je het wel best wel ver door de stad heen. Ja. De DJ-set zou je misschien ook wel in de binnenstad moeten kunnen horen, denk ik toch wel. Maar omdat het binnen het Abdij is, zal het wel weer een beetje een soort galm, ja. Nou, of vermoffeld zijn. Dus het beste is om dan gewoon binnen het Abdij te staan. Dan krijg je het meest reële beeld. En dan wordt het ook nog opgenomen dat het later teruggeluisterd kan worden? Dat zou nog even moeten vragen aan Henk. Dat zou misschien wel leuk zijn, ja. We gaan sowieso een camera zetten boven. Okay. En dan een groot ledscherm naast mij. Zodat mensen, want anders zit je alleen naar mij te kijken beneden. Ja. Dus dat mensen dat ze dan zo, oh wacht, hij doet boven. Dat jij ook af en toe even zo'n move mag. Ja. Nou ja, jij maakt sowieso vrij grote bewegingen, want het is bijna slaan wat jij doet. Ja, dat ik zit wel zo. Ja, dus dat heeft al een zekere dynamiek. Ja, dit is ook beatstick eigenlijk. Ja. Maar dan ben ik dan ook wel benieuwd, want jullie gaan het nu doen, jullie spreken dat door, maar jullie hebben niet heel veel mogelijkheden om te gaan repeteren bijvoorbeeld. Dus is dan die avond ook gelijk de vuurdoop of ga je wel één keer een soort poging doen van tevoren?
Ja, we zouden natuurlijk nog wel iets kunnen doornemen met een piano. En, ja. Maar ja, nooit hetzelfde, hè? Het is nooit hetzelfde. Nee. Dus het is, dat maakt het spannend. Het is net het moment dat het moet het moet doen. Het is voor jullie dus eigenlijk ook best spannend. Ook gewoon een soort experiment. En hoe is het dan met de muziek zelf? Gaan jullie bestaande muziek doen? Of hebben jullie zelf iets gecomponeerd of bedacht? Of is dat nog een verrassing? Combinatie. Ja, we hebben gewoon bestaande muziek. We gaan ook nog wat experimenteren. Ja. Ja. Hoe weten we nu nog helemaal niet? Nee. Ik ben allemaal ideetjes thuis aan het uitwerken en een beetje aan het spelen en zo. En dan gaat dat werken. Ja. En dan probeer ik thuis wat. En dan ik moet ervoor zorgen dat ik de samples die ik ga gebruiken, dat ik op een werkbare manier voor mezelf klaar heb in de computer. Zodat ik er goed mee kan werken. Ja. En dan zal ik een aantal geluiden ook wel een keer doorsturen naar hem. Dat heb ik al eerder gedaan. Hè. Dan kan hij kijken hoe het klinkt en zo. En, misschien dat, ja, kijk, het grappige bij dit is ook, je kan een soundcheck gaan doen, maar dan verklap je ook alweer heel veel in de stad. Ja, precies. Ja. Dus de soundcheck is een beetje verrassend zijn. Soundcheck is misschien, ja, gaan we toch wel iets aan moeten doen, maar dat wordt wel spannend. Ja, ik ben super benieuwd, zijn er nog dingen die mensen moeten weten of die jullie adviseren? Je moet sowieso een dekentje meenemen, stond er al bij op een eigen stoeltje. En dat is dat het is een uur lang, of het is gratis concert, dat is ook belangrijk om te weten. Ja. Dus je kan met het hele gezin komen op deze mooie fonkeldag. Ja. Nou, we hopen natuurlijk dat het mooi winterweer is, maar als het nou echt stormt en hagelt, ja, dan moeten we kijken, doen we het een andere keer. Ja, precies. Dan is het gewoon zonder Maar jij staat sowieso ook buiten. Ja. Ja, maar het is ook vanwege de klokken, hè, dat je ook vertelt. Hè, dat als het heel hard sneeuwt of heel hard regent, dan is het ook niet te doen. Hè? Ja, dan, zeker met sneeuw. Sneeuw kan op die klokken gaan liggen en dan worden ze dof. Ja. Dus, Als het dan op een ander moment doet, dan doen we het gewoon alsnog een keer op middernacht. Gewoon omdat het kan, weten we nu. En heel die stad gek maken. Hartstikke leuk. Nou, dank jullie wel voor de toelichting. Jullie gaan nu even naar boven. En dan gaat deze dame, want die Hamilton is bij Wij zijn de Stad, weet je wel? Hallo. Wij zijn de Stad is een beetje moe, maar jij kan heel goed straflopen, begrijp ik. Nee, maar ik ga een poging doen. Ja, helemaal goed. Maak mooie foto's, dan is iedereen blij. Ik ga mijn best. Mensen, dank jullie wel. Fijne middag. Graag gedaan.